AED's, dat zijn levensreddende apparaten bij acuut hartfalen. Philips produceert op dit moment minder van die AED's vanwege een gebrek aan computerchips. Ook in de auto- en de tech-industrie is er een tekort aan dat soort chips. Maar Philips-topman Frans van Houten roept de fabrikanten ervan op om de medische industrie voorrang te geven. Daar zitten dan de chips in. Ja. Het tekort aan computerchips treft nu ook medische apparaten. Dat zien ze al bij dit bedrijf, bij de grootste distributeur van Philips AED's in Europa. Er kan nu niks extra's besteld worden. Het is natuurlijk wel heel vervelend, want AED's zijn levensreddende apparaten. Dus als je er daar niet van kan leveren, dan weet je zeker dat er ook geen levens mee gered kunnen worden. De topman van Philips is bang dat de productie van deze medische apparaten helemaal stil komt te liggen. Ik maak me wel wat zorgen over die krapte. Ook omdat het kritische medische apparatuur betreft. En dat we natuurlijk niet voor een situatie willen komen waarin we straks een ziekenhuis niet kunnen beleveren. Omdat er door krapte geen apparatuur gemaakt kan worden. Het bedrijf vraagt de chipfabrikanten in Azië om de medische sector voorrang te geven. Ik wil dan ook wel eigenlijk een oproep doen. Dat de chipleveranciers zorgen dat de waardeketen voor medische apparatuur in elk geval niet in gevaar wordt gebracht. Maar ook andere techbedrijven en de auto-industrie zitten te springen om de computerchips. Ik denk dat de werkelijke beslissing daar in China genomen wordt en niet hier in Nederland of in West-Europa. Maar het is wel zo bijvoorbeeld dat ook in transport hebben medische goederen voorrang boven niet-medische goederen. Dus dat zou in principe ook met chips moeten kunnen. Want een AED lijkt me wel belangrijker dan een nieuwe iPhone. Juist in deze coronatijd is er veel vraag naar AED's, omdat oud-COVID-patiënten meer kans zouden hebben op acuut hartfalen. De enige oplossing voor het oplossen van acuut hartfalen, als het heet fibrillatie optreedt, is een AED. Dus die apparaten zijn heel belangrijk? Die zijn heel belangrijk. Volgens de distributeur kampen ook andere fabrikanten van AED's met leveringsproblemen vanwege het tekort aan computerchips.